Een man in Dodewaard is gewond geraakt door een losgebroken stier die bij zijn ontsnappingspoging de man de lucht inslingerde. Goedenavond en verder. Volkert van der G hoeft niet opnieuw de cel in. Justitie wilde hem achter de tralies omdat hij de reclassering zou tegenwerken. Ik dacht eigenlijk dat ik net naast het podium stond. Maar al gauw kwam mijn vriendin naar me toe. Ja, je hebt hem, je hebt hem. En ik dacht, huh? Na brons op het WK gaat de 18-jarige Niels de Lange vol voor een medaille op de Paralympics. Een stier bij het slachthuis in Dodewaard zag de bui vandaag kennelijk al hangen. Hij brak los en slingerde bij zijn ontsnappingspoging een man die in de buurt aan het werk was, de lucht in. Kijk, ik heb goed geschrokken en dat zijn mijn allemaal mensen die meewerken. En die lakken niet in de steek. De schrik zit er in Dodewaard nog goed in. De stier kwam hier aanlopen en viel een gemeentewerker aan die in deze bosjes aan het werk was. Een stier kwam dan naar de jong toe, van Teus Huibus. En die heeft ze meegenomen, stier. Hem rondgeschreven en ik ben er toe gelopen. En ik heb met die man, die persoon, die heb ik gepakt. En die heb ik naar mij toe getrokken. Ik ben er weggesneken. Hij is hard gelopen, hier naar de muurtje toe. Toen is het niet goed geworden. De sporen zijn nog te zien. Gelukkig had het beest geen horens, want anders had het heel anders kunnen aflopen voor de gemeentewerker. Het beest rende door naar de Chinees. Nou, ontzettend schrok ik. Ik denk, ja, dat beest is helemaal wild. Maar hij liep er vrij ontspannen, liep hij toch hier bij de Chinees naar achteren toe. Het was ontzettend een mooie grote koe was het, een stier was het dan. Maar ik vond het ontzettend zielig. Veel mensen en politie liepen uit naar het voorval. Een jachtopziener heeft het dier uiteindelijk doodgeschoten. Nou, ik zag die jachtopziener er naartoe lopen en ik denk, oh, nou gaat het gebeuren, de beest wordt doodgeschoten. En dat gebeurde ook gelijk, een grote knal, dat ik helemaal verschoot helemaal. Ik denk, och, nou is hij ook dood. De gemeentewerker is overgebracht naar het ziekenhuis in Tiel. En ook in Dreumel brak vandaag een stier los uit een weiland. Het beest wandelde door het dorp en is met behulp van omstanders terug naar de wei gebracht. Volkert van der G uit Apeldoorn hoeft niet terug de cel in. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam besloten. Het Openbaar Ministerie eiste een jaar cel omdat hij gesprekken met de reclassering zou hebben tegengewerkt. 2 weken geleden zei Volkert van der Graaf voor de rechtbank geen vertrouwen te hebben in zijn contacten daar. De rechtbank vindt dat Volkert niet weer de cel in hoeft omdat hij zich wel aan de meldingsplicht heeft gehouden. Al kwam het niet veel verder dan ik meld mij en tot ziens. Hij heeft voldaan aan zijn meldplicht. En er is dus geen sprake van een overtreding van de voorwaarden van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling. En dat betekent dat de vordering tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling wordt afgewezen. Volkert zelf was niet aanwezig bij de uitspraak vandaag. De moordenaar van Fortuin kreeg destijds voor de moord 18 jaar gevangenisstraf opgelegd, waarvan hij er 12 heeft uitgezeten. In 2014 kwam hij voorwaardelijk vrij en hij moet zich nog wel wekelijks bij de reclassering melden. Amper een week geleden won hij brons op het WK alpine skiën. De 18-jarige zitskier Niels de Lange uit Heteren. En nu al werkt hij zich weer volop in het zweet voor de Paralympics in Zuid-Korea volgend jaar. Niels de Lange komt uit Heteren, is 18 jaar, zitskier en dit is zijn ochtendritueel. Elke maandag, woensdag en vrijdagochtend krachttraining. En elke dinsdag en donderdag wat meer sportspecifieke oefeningen. De Langen is een beer van een vent. Maar als kind raakte hij besmet door een ernstige infectieziekte. De ziekte en de latere gevolgen ervan kosten hem zijn beide onderbenen. Nou, Niels de Langen. The big surprise from the morning. Just 18 from Arnhem. It's his first World Championships. 10 jaar geleden stortte Niels zich op het zitskiën, een aangepaste vorm van alpine skiën. Vorige week werd al het harde werk beloond met een 3e plek op het WK in het Italiaanse Tarvisio. Ik dacht eigenlijk dat ik net naast het podium stond, maar al gauw kwam mijn vriendin naar me toe. Ja, je hebt hem, je hebt hem. En ik dacht, huh? Maar ik heb helemaal niet zo goed geskiet. Maar blijkbaar toch best wel goed en
toch genoeg voor een derde plek. Met zijn bronzen plak won hij ook een startbewijs voor de Paralympics in Korea. Volgend jaar in Pyeongchang. En daar ligt zijn grote droom. Ja, daar wil ik ook gewoon mee meedoen voor de medailles. En tot die tijd houdt Niels zich aan zijn ochtendritueel. De Paralympics in Zuid-Korea beginnen in maart 2018. Bewoners van de Arnhemse wijk Malburgen-West maken zich grote zorgen. Gisteravond was er brand in een afvalcontainer en dat gebeurde de afgelopen weken al vaker. De gemeente Arnhem neemt tot nu toe geen maatregelen. Het oogt allemaal heel gemoedelijk in Malburgen-West, maar schijn bedriegt. Er is behoorlijke paniek bij de bewoners, want dit weekend stonden er 3 containers in brand. Op de nachtschade woedde de heftigste brand. Gisteravond sloegen de vlammen uit deze container. En dat komt allemaal door de manier van afval inzamelen in deze wijk. Er wordt overgegaan naar ondergronds inzamelen, maar dat is nog niet overal gerealiseerd. En dus zijn er nog containers zoals deze. Want ook elders in de wijk al een container die deze week 2 keer in de fik is gevlogen. In de Kievitsbloemstraat was het vorige week ook al raak. En afgelopen zaterdag weer. De container staat hier midden tussen de geparkeerde auto's vlakbij de huizen. Iemand van afvalbedrijf Suez komt vandaag de schade opnemen. Het probleem zou opgelost moeten worden met ondergrondse containers die elders in de wijk al wel zijn geplaatst. Maar de gemeente Arnhem doet voorlopig niets omdat ze geen signalen hebben opgevangen uit de buurt. En dus vreest Malburgen-West voor meer containerbranden. Hij is een van de sterspelers van Vitesse, maar je ziet hem nooit op het veld. Paski Rokus speelt namelijk in de zogeheten I-divisie. Zometeen meer. De SP in Arnhem vreest dat honderden gehandicapten binnenkort geen gebruik meer kunnen maken van de busjes van regiovervoerder Avan. Gebruikers van het vervoer hebben vanaf 20 februari een WMO-pasje nodig om mee te mogen. En de SP denkt dat veel mensen dit niet weten en verwacht dan ook veel klachten. En daarom heeft de partij een meldpunt geopend. Eerder kon je zonder pasje een taxirit boeken bij Avan, maar de provincie maakte daar met een nieuwe regel een einde aan. Daarnaast waren er volgens de partij ook veel andere klachten over de vervoerder, zoals over de bereikbaarheid en mensen moesten lang op een busje wachten. De provincie kan morgen niet verder met het kappen van bomen aan de Heerdeweg in Epe. Dat heeft de rechter in Arnhem vanmiddag besloten. Vorige maand oordeelde de rechter al dat de provincie voor ruim 100 van de 225 te kappen bomen een extra vergunning van de gemeente Epe nodig had. En die vergunning is inmiddels binnen, maar de rechter moet ook de zogenoemde voorlopige voorziening opheffen. En dat heeft hij vanmiddag nog niet gedaan. Volgende week maandag doet de rechter uitspraak en tot die tijd mag er niet gekapt worden. Een tegenvaller voor de provincie die de bomen wil kappen voor het broedseizoen begint op 21 februari. Het is 3 uur op en 3 uur af. 24 uur per dag. Alles wordt in het werk gesteld om de geboortegolf van lammetjes bij de redens en schaapskudde in goede banen te leiden. Maar hard werken, dat is het wel, want de lammeren komen zo ongeveer aan de lopende band. Dit is nummer 20. Vanaf vrijdag loopt de teller bij de schaapskooi gestaag op. En zien lammeren, doet lammeren. Want nummer 21 dient zich ook alweer aan. 19, 20, 21, 22. Ja, gaat hartstikke goed. Dat schiet lekker op. En ook moederschaap is in goede handen. Het is voor haar de eerste keer. Vandaar dat ze toch ook een beetje, een klein beetje angstig is. En het lammeren gaat nog wel even duren. Ja, de komende 5 weken dan, we blijven hier op de kooi. 24 uur per dag is het bemand. En dan slapen we hier om de 2-3 uur. Staan we op. Dan komt er nog eentje. Ik weet niet of je dat leuk vindt, maar er komt nog een lammetje aan. En dat is dus nummer 23. Na de geboorte moeten de lammeren en de moeder zo snel mogelijk naar de kraamkamer om ze goed in de gaten te kunnen houden. Kijk of we het meekrijgen, want anders dan... Zo gaan moeder en kind lekker even op stal. En als de burgerlijke stand is bijgewerkt, ja hoor, meldt zich de volgende. En dan kunnen we de volgende halen, want de volgende ligt alweer in de kooi. Zijn er alweer 2 geboren. Zo krijgen we de kraamkamer wel vol, hè? De kans is groot dat u er nog nooit van heeft gehoord. Neoalginaat. Een duurzame grondstof die wordt gewonnen uit afvalwater en wordt gebruikt om bijvoorbeeld papier waterafstotend te maken. En waterschap Rijn en IJssel start binnenkort met de bouw van de eerste neoalginaatfabriek ter wereld in Zutphen. Inderdaad, een gewone kookpan wordt nu nog gebruikt bij het proces om neoalginaat te krijgen. Werkt die nou goed genoeg of niet, denk je? Mag je nog iets harder? Nou, ik denk op zich dat hij zo wel goed bent. Om meteen een beeld te geven van wat je ermee kunt doen,
Het kan bijvoorbeeld verwerkt worden in papier, zodat het langer meegaat. En op de stukje karton hebben we aan de ene kant een dunne laag alginaat, neoalginaat, aangebracht. En op de andere kant is eigenlijk gewoon het ruwe karton. Wat ik laat zien is met een wateroplossing. Daar hebben we een klein beetje blauwe kleurstof bij gedaan. En als we dan een druppel water op het neoalginaat doen en op het ruwe papier, dan kun je zien dat bij het ruwe papier sneller wordt geabsorbeerd en bij het neoalginaat er langer op blijft liggen. Dus dat is de waterafstotende werking van neoalginaat. Het proces om neoalginaat uit afvalwater te krijgen duurt nu nog ongeveer een halve dag. Nadat het slip is gemengd met soda, gaat het in potjes in een grote centrifuge. Zo, kan die dicht. En dan even een half uurtje wachten. Voorlopig wordt de grondstof nog in dit laboratoriumtje bij het waterschap gewonnen. Straks komt hier, nog geen 50 meter verderop, een fabriek van miljoenen euro's te staan. Dijkgraaf Hein Pieper is trots. Hier bouwt er het waterschap Rijn en IJssel de eerste neoalginaatfabriek ter wereld. Ik ben echt apetrots. Zo moet de fabriek er straks uitkomen te zien. Ook al kennen veel mensen het nu nog niet, volgens Pieper is neoalginaat een belangrijke duurzame grondstof voor de toekomst. Het kan in beton komen, het kan in de landbouw gebruikt worden, het kan in de papierindustrie gebruikt worden. Maar het kan nog in veel meer, tot en met in de tandartspraktijken, waar heel veel mensen die een beugel krijgen in een bepaalde stof moeten happen. En daar kan dus neoalginaat in komen. Dit is een beetje pionier, het is hartstikke leuk om het proces in de vingers te krijgen. Dus straks is alles een paar honderd keer groter. En dan gaat het ook allemaal veel sneller, komt er veel meer uit. En ja, dan zal het allemaal high-tech uitzien en volledig geautomatiseerd. En hier zitten we gewoon met de hand te pipetteren. Dus je kan zien dat er mooie neoalginaatbolletjes ontstaan, waarmee we hebben aangetoond dat het proces is geslaagd. En over 10 jaar? Over 10 jaar kent iedereen neoalginaat, zeker. Het waterschap werkt voor de bouw van de fabriek onder meer samen met Friesland Campina en TU Delft. En over 2 jaar moet de fabriek klaar zijn. Vitesse heeft vandaag met overmacht gewonnen van FC Twente. Alle 6e doelpunten zijn gemaakt door verdediger, spits en middenvelder Pasqui Rokus. Rokus is een professioneel gamer en komt voor Vitesse uit als e-speler in de e-divisie. Dat is de online eredivisie van de Nederlandse voetbalclubs. Voetballen doe je tegenwoordig met je ogen en met je handen. Doelpunt via de paal. Niks geen vol stadion meer, maar een computerscherm en een plekje om te spelen. Vandaag was de officiële eerste speelronde en dat was tegen Twente. De officiële eerste e-sportwedstrijd namens Vitesse in de eerste speelronde ooit. En daar is de aftrap van FC Twente bij de derby van het Oosten in Arnhem. Ik heb 6-0 gewonnen. Ik ben koploper na vandaag. En dat is wel een hele grote eer. Ik denk dat we daarin wel geschiedenis en e-sport verbond hebben geschreven. Oh, grote kans en er is de eerste goal. Vitesse op 1-0. De e-divisie is een online competitie op eredivisieniveau. Iedere eredivisieclub heeft zijn eigen speler. Voor Vitesse is dat Pasqui Rokus, een kenner van het FIFA voetbalspel. Ik heb er jaren veel geld mee verdiend. Ik hoefde er niet bij te werken. Op een gegeven moment werd het wel wat minder op FIFA-gebied. Toen ben ik ook gewoon fulltime gaan werken. Dat doe ik nu nog steeds. Ik werk nu ook nog steeds erbij. En ik denk dat je er wel over een paar jaar heel veel geld mee kan gaan verdienen. Het groeit nu steeds meer. Ongelooflijk, Vitesse blijft maar gaan. En heb je bij de echte wedstrijden wel eens geblesseerde spelers? Ook in de virtuele wereld gaat er wel eens wat mis. Je kan gehackt worden en dan ben je gewoon de klos. Dan kan het weken duren misschien voordat je je eigen account weer terug hebt. Maar wat heeft hij het goed gedaan? Wat is dit een overtuigende zegen van Pasqui Rokus? Ja, het is niet zomaar even een middagje gamen vandaag. Ook op tv bij Fox Sports zijn deze wedstrijden te volgen. En zijn er, zoals we gewend zijn, samenvattingen en analyses van. En dan krijgen ze nog het weer vanuit Wageningen met Monique Wilms. De winter komt terug. Eigenlijk merken we dat morgen al een beetje, maar vanaf woensdag wordt het ook echt koud. Maar daar merkten we vandaag heel weinig van. Het was rustig weer met flink wat wolkenvelden, af en toe zon. En het bleef op de meeste plaatsen droog met temperaturen die eigenlijk al vrij normaal waren voor deze tijd van het jaar. Maar we krijgen morgen te maken met deze storing. Die ligt nog ten zuidwesten van ons. Trekt langzaamaan dichterbij. Zal ervoor zorgen dat het eerst af en toe gaat regenen. En dat gaat dan over in wat lichte sneeuw daarna. En daarna krijgen we echt te maken
maken met de koudere luchtaanvoer vanuit het oosten, waardoor de temperaturen vanaf woensdag een stuk lager uit zullen komen. Nou goed, vandaag overdag was het dus rustig, overwegend droog, maar wel best wel bewolkt. Veel wolkenvelden trokken over, maar goed, af en toe waren er ook eventjes wat gaatjes voor de zon. Nou, vanavond en vannacht houden we dat best wel overwegend bewolkte weerbeeld wel vast komende nacht. Her en der wat nevel of mist. Temperatuur waarschijnlijk net boven nul, 1 of 2 graden wordt het en het blijft vrijwel overal droog. Ja, en dan morgen overdag wordt de bewolking steeds dikker. Gaat het eerst af en toe regenen en dat gaat later op de dag over in een beetje sneeuwval. Heel veel niet, maar vooral op plekken zoals op de Veluwe zou er zomaar een paar centimeter sneeuw kunnen komen te liggen. Een graad of 3 à 4 daarbij met al die oostelijke wind die dus die koudere lucht aanvoert. En dat merken we vanaf woensdag. Temperaturen dan overdag rondom het vriespunt. De nachten worden steeds kouder en de zon, ja, in het begin laat hij een beetje verstek gaan, maar daarna komt hij weer terug en krijgen we mooie winterdagen. Dit was Gelderland Vandaag, waarin u zag dat een stier in Dodewaard het slachthuis ontvluchtte en daarbij een man verwondde. Meer nieuws kunt u vinden op onze app en site gld.nl. Ik wens u nog een fijne avond.